Nou, ik vond de voorbereiding beter dan bij de vorige voorlichtingsavond, want zo noem ik het dan. Echte inspraak was het niet. Een zeer informatieve sessie, die een stuk beter georganiseerd was dan die in maart. Want de bewoners rondom het Groen van Prinsterer Lyceum in Vlaardingen-Ambacht werden in maart nogal verrast door de informatie die ze bij een bijeenkomst kregen. Toen waren er plannen om een grote sporthal te bouwen op het grasveld naast de middelbare school. Vanaf 18 meter van mijn huis zou ik een blinde gevel van een sporthal krijgen die 8,5 meter hoog is minimaal. We hebben die feedback van de bewoners die er nu ook in grote getalen waren serieus genomen. En we hebben toen eigenlijk ervoor gekozen om nog eens goed te kijken naar dit gehele project eigenlijk. In plaats van alleen te zeggen van nou, we hebben het toen vooral over een sporthal gehad. Eigenlijk meer te kijken van nou, het is een school, een sporthal, omliggend groen, verkeersafwikkeling, om daar wat groter naar te kijken. En dat noemen wij dan een gebiedsontwikkeling. En daarom is wethouder Koen Kegel nu verantwoordelijk voor dit dossier in plaats van wethouder sport Arnoud Proos. Optie A en B waren voor de bewoners not done. Nu komt de gemeente met een derde optie, die eerder werd voorgedragen door de bewoners zelf. De sporthal zou tussen basisschool Het Ambacht en het Groen van Prinsterer Lyceum inkomen. Maar hoe kan het dat deze optie C niet eerder is onderzocht door de gemeente? Het eerlijke verhaal is dat optie C op een plek staat waar nu ook nog bijvoorbeeld de vleugel van het huidige groen gesitueerd is. En dat het ook wel heel veel hoofdbrekers voor ons als gemeente geeft, deze variant. En dat het een stuk makkelijker was geweest om optie A of B te realiseren. En mocht uiteindelijk optie C eruit rollen, dan maakt het voor ons als gemeente wel wat ingewikkelder. En dat is de reden dat dat niet onze eerste idee was. Wat mij betreft veel acceptabeler als omwonende. Er zijn nog steeds zorgen, die zijn ook flink geuit over de parkeren en het gebruik daadwerkelijk. Dus ik hoop dat de gemeente daar ook nog naar luistert, maar over het algemeen ben ik positief. De zogenaamde plan C, als we dan moeten kiezen voor een plan op het terrein, in ieder geval een stuk beter is dan de twee eerder gepresenteerde plannen. Ik ben iets minder bezorgd. Ik kan natuurlijk nooit blij worden van zo'n grote sporthal midden in de wijk. Ik vind het ook een absurd idee. Ja, en nu kijk ik uit op een groen grasveld en in de nieuwe plannen blijft dat zo. En er wordt er nog steeds wel nieuw gebouwd en daar zullen we best wel iets van merken. Maar ja, veel minder en het woongenot wat ik nu heb, dat zal blijven. Ja, dus dat is een hele opluchting. Als je oprechte participatie doet, dan moet je ook bereid zijn om daar oprecht naar te luisteren. En dat gaan we ook serieus doen. Optie C wordt nu door de gemeente verder uitgewerkt. Hieruit moet ook blijken of het nog binnen het huidige budget past. Als er geen extra geld nodig is, zou de sporthal er eind 2027 moeten staan. Dan zal ook de school vernieuwd zijn.